Zo, ik ben klaar om een lekker rondje te gaan fietsen. En dit brengt mij ook op het interview wat ik afgelopen week had met Adrie Visser. Zij is voormalig Olympisch wielrenster. Heeft onder andere meegedaan aan de Olympische Spelen in Athene, waar ze 8e werd. En is op de wereldkampioenschappen 2 keer heeft ze brons gewonnen. Ik heb haar afgelopen week gesproken. En ik was heel erg benieuwd hoe voor haar het moment van stoppen was. Dat was in de auto naar Italië toe, naar mijn laatste WK in Florence. Daar heb ik uiteindelijk de definitieve knoop doorgehakt om te stoppen met topsport. Ja, dat was een samenloop van omstandigheden na een lang seizoen. Niet helemaal tevreden. Nog heel veel dingen die dan samenkomen. Maar ik kan me nog heel goed herinneren. Ja. En hoe was dat? Moeilijk, want je weet niet wat voor beslissing het is. Je besluit het op dat moment, maar je weet helemaal niet wat de volgende stap is. En je weet niet wat er dan gaat komen, omdat je er toch niet helemaal op voorbereid bent. En toen? En toen, ja, dan stop je en dan hoor je in één keer eigenlijk nergens meer bij. Dat is wel apart, want je bent aangesloten bij het NOC-NSF, je bent aangesloten bij een nationale selectie, bij een ploeg. En ja, normaal stop je. En dus in het begin is het gewoon normaal, want je gaat een winterperiode in voor een wielrenster dan. En dan heb je gewoon rust, ben je even zonder fiets. Maar ja, na een tijdje dan pak je niet meer het normale leven op wat je gewend bent. Ja, en dan ga je op zoek naar wat nu. Dus dat is wel een omschakeling. En wat is dat nu? Wat is dat nu, die omschakeling? Je belandt toch in een andere wereld, of eigenlijk weer in een normale wereld. Ik zeg altijd, het lijkt net of je 12 jaar geleden, dat ik begon echt met topsport, dat je echt 12 jaar terug in de tijd stapt. Dat je echt van de middelbare school afkomt en je begint weer opnieuw. Terwijl ik al wel in een afronde fase zat van mijn bacheloropleiding, waar ik ook wel lang over heb gedaan. Maar ja, je gaat echt op zoek naar wie je bent en wat je kan en hoeveel waarde je hebt en hoeveel je mee hebt gekregen vanuit je topsport. Dus je krijgt allemaal vragen. Wat wil je nog met je sport, topsportverleden? Wat wil je met je netwerk? Wat kan je? Wie wil je? Ja, je gaat allemaal vragen krijgen die je moet gaan beantwoorden. En langzaam je eigen ik terugvinden. En heb jij inmiddels je eigen ik teruggevonden? Of heb je die gevonden? Het is nu 2,5 jaar later en ik moet eerlijk bekennen, ik ben al best wel vrij snel aan het werk gegaan in een fietsenwinkel, wat natuurlijk heel voor de hand liggend is. En daar hebben ze wel behoefte aan, dames in een winkel. Dus dat heeft me wel heel erg geholpen om langzaam te ervaren hoe het is om gewoon een normale baan te hebben. Maar ook heb ik van de Telegraaf de Telesport studiebeurs gekregen bij het Johan Cruijff Instituut, wat me ook enorm heeft geholpen om uit te zoeken wat ik kan en wie ik ben en ook wat ik wil en wie ik eigenlijk ben zonder fiets. En uiteindelijk heeft me dat ook een baan bij Agri opgeleverd op de afdeling product management. Dus daar ben ik verantwoordelijk nu voor de dameskleding sinds kort en de customized teamkleding. En daar heb ik het onwijs naar mijn zin en dat is elke dag weer een uitdaging. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Wat mis je het meest? Het afzien en misschien wel in het peloton rijden. Nou, ik heb het toevallig afgelopen weekend weer gedaan en wat me even nog wel goed afgaat, maar ook het vorm. Echt vorm hebben, echt dat je echt merkt van oké, nu gaan we het doen. En ik weet dat als ik dat nu wil hebben, dan gaat dat echt heel lang duren voordat ik weer echt vorm heb. Dus dat mis ik echt. Het echte topsporter zijn. Ja. Het is, ik ben gewoon nu een normaal mens eigenlijk. Het went en het is hartstikke leuk. En er komen ook weer allemaal nieuwe dingen op je pad waar je van leert en die je voldoening geven. En wat voor tips heb jij voor sporters die eraan zitten te denken om te stoppen? Ga vast wel tijdens je sporten nadenken van wat je eventueel zou willen doen na je sport. En neem dat mee. En mij is altijd meegegeven, gebruik je netwerk. Zoek gewoon de mensen op waar je echt een klik mee hebt. En ik denk dat dat altijd het belangrijkste is. Maar ga wel van nadenken van, wat vind je leuk? En wat zou ik eventueel in combinatie misschien wel met je sport of helemaal niet. Maar ga er wel over nadenken, want dat is toch wel belangrijk.